Goedemiddag, wie ben jij? Juri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij. Oké, wat brengt jou hier? Wij komen hier zo voor het Haagse Klimaatpact. We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. En dat hebben we met 9 partijen in de Raad afgesproken. Met een 2/3 meerderheid in de huidige Raad. En waarschijnlijk ook een 2/3 meerderheid als we de peilingen mogen geloven in de Tweede Raad. Oké, en wat moet er met dat Klimaatpact dan gebeuren? Nou, zeg maar, Den Haag wil CO2-neutraal worden in 2030. Dat betekent dat we woningen moeten verduurzamen, dat we de auto's en het verkeer moeten aanpakken, dat we voedselstrategieën moeten ontwikkelen om meer vegetarisch te eten. En nou, dat is een enorme opgave die we met de stad gaan aanpakken. En hier zijn we ook op uitnodiging van Fossielvrij Den Haag. Die ons een naambordje gaan aanbieden om de waardering uit te drukken voor wat wij in de politiek tot nu toe bereikt hebben. Ja. Maar uiteindelijk moeten de volgende collegeonderhandelingen ook daadwerkelijk opleveren dat we dit ook gaan doen. Okay. En daar is ook jullie hulp vanuit de stad voor nodig. Ja. Dus kom allemaal naar haagseklimaatpact.nl en onderteken het ook, zowel vanuit de organisatie als vanuit persoon. Ja. Daarmee zet je ons echt, zeg maar, in een veel betere positie om met elkaar dit verhaal overeind te houden. En hoe voelt het om een straat naar je, of plein naar je vernoemd te krijgen? Ja, zeg maar, volgens mij is de regel dat je altijd dood moet zijn voordat je het klein krijgt. Dus ik hoop niet dat ik zo weg ben. Ja. Maar het is een heel eervol symbool, zou ik zeggen. Ja. Oké, nou, gefeliciteerd daarmee en dankjewel. Succes met alles. Top. Okay. Ja, ciao. Dankjewel.